gaat jouw seizoen tot nu toe? Ja, heel goed. Ja, ik heb al veel PR's gelopen, 1000, 800 meter en 3000. En ja, training gaat ook onwijs lekker. En ja, jammer alleen van deze wedstrijd. Dat weer, dat ging echt voor geen meter. Maar ja, over het algemeen ben ik heel tevreden hoor. Ik denk dat het WK-limiet er wel in zit voor de 1500 meter. Ja, want jij hebt al wat limieten op zak, toch? Nee, niet voor de WK. Nee, 800 meter heb ik een PR gelopen, maar niet de limiet. Moet je dan? 2-7 rond. Maar ik ga er ook niet echt voor. Ik ga meer voor de 1500 meter. En misschien, ja, vandaag was een mooie dag geweest om de limiet misschien te halen. Maar ja, ondanks het weer en die wind, ik dacht wel dat ze niet in zou zitten. Het stond eigenlijk tussen 400 naar 500 meter, daar stond veel wind, hè? Ja, ja, en ik had sowieso een hele slechte positie achteraan. Ja, de voorbijgaan lukte ook niet, zou ik gelijk op kop komen te liggen. Nou, daar had ik ook geen zin in. Maar ja, jammer, maar ja, je kon er niks aan doen. Dat weer ja, zit gewoon niet mee vandaag en dan moet je alsnog een beetje tevreden zijn met de tijd. Hoe zoek je nou je wedstrijden uit? Dat doe ik samen met mijn trainer. We hebben een heel schema. Die zetten we in het begin van het seizoen zetten we die helemaal op een rijtje met z'n tweeën. En ja, er zitten allemaal wedstrijden in. Daar kiezen we dan een wedstrijd van uit. Net precies ja, hoe ik me voel. Of, ja, het is wel een beetje plannen. Want er zijn heel veel wedstrijden dicht op elkaar natuurlijk. Maar ja, over het algemeen lukt het wel. Om het goed in elkaar te zetten. Er was vandaag ook een ladies run in Boskoop. Ja, klopt. Dat is even vergeten. Ja. Ja, het weer zat niet mee natuurlijk. En ja, het is natuurlijk jammer dat ik niet kan komen. Het is in mijn eigen dorp. En mijn vader en mijn oom hebben het opgezet. Dus ja, wel jammer. Er zat heel veel concurrentie van anderen lopen. Dus ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen er nog zijn gekomen.